geschreven met apenlaars. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, wat we in ieder geval bereikt hebben vandaag, is dat we eigenlijk met een aantal cruciale figuren die samenwerken, contact hebben kunnen leggen. Ondanks het feit dat we geen telefoons hebben. En volgens mij vanaf morgen gaat de boel langzaamaan lopen. Maar het is toch wel frappant om te zien dat we in het vliegtuig dachten conservatieve planning aan te halen. Dat er dus helemaal niks van gelukt is. Het enige wat wel gelukt is dat we het businessplan behoorlijk goed hebben bijgewerkt al. Maar ja, alleen maar zolang er stroom was en onze laptopbatterijen nog trokken. Joris? Ja? Waarom ben je blij? We hebben stroom! Kijk! Licht! Licht! Alles kan weer laden. Laden! Hé, maar we kunnen weer werken. Laten we die tabel maar af gaan maken. Ja, laten we gewoon lekker laden en knallen. Ja, volgens mij moet je dus sowieso een magazijnmeester hebben hier, of een bewaker. Ja. Je hebt iets nodig. Ja, je hebt een bewaker nodig en een magazijnmeester. Ja. Dus laten we even opschrijven. Bewaking, bewaker. Gisteren de hele dag bezig geweest om alles te repareren. Nee. Vandaag alle dingen die kwijt zijn geraakt op zijn zoeken. En ik heb hem erbij bij neergelegd. Ik ga niet om 6 uur 's ochtends weg, het is inmiddels al 8 uur. Over de nationale snelweg nummer 1 van Congo. Op weg naar het binnenland. We zijn inmiddels al kilometer 30 van Kinshasa vandaan. We passeren vooral veel gaten en veel kleine dorpjes. Dit is een typische beladingsgraad. Olingi kosalate, hein? Ah, belle gueule, Timo. Tu aimes le travail? Oui. Moi, j'aime de l'auto vastgereden op weg naar de Wamba. Je suis au fel, hein? Kijk maar. Il manquait pour. Zo op 10 naar 15 is, dan heb je 150 vierkante meter. Ja. En dan moet wel. Ja, 3 meter. 3 meter, ja, 3 meter. Kunnen we 3 kratten op elkaar krijgen? Net niet, want er zit een palletruimte onder een krat. Dus dat red je niet. Nou, trouwens, laat zeggen 250 kratten, dat red je. 250 kuub. Dat red je hier gewoon. Alsof 10 vrachtwagen waren. Hier wordt dus mais van de kolf gescheiden met de vrachtwagen. Hoppakee. Even draaien. Hopsa, en dan gaan we weer. Zo, dit is het huis waar we wellicht in gaan wonen. Als je daar aankomt rijden, kun je dus hier in één keer zo ram met je auto hier naar binnen rammen op het linkerdeel. En dan daar klushok en kippenhok. En personeelsplek. Nou, voor $50 is het gewoon echt niet veel, hè?
Nee, dat is belachelijk. Even bij stilstaan dat dit de tuin is bij ons huis. De zandbaan is zo. C'est la source, non? Mm-hmm.